Mijn naam is Kelvin Blankendaal en samen met Imagine IC hebben we een paar opdrachten gedaan om erfgoed van het straatvoetbal, zeg maar, om dat vorm te geven. Dus vandaar dat ik hier ben en om eigenlijk straatvoetbal te representen. En dat vind ik heel belangrijk. Straatvoetbal voor mij is heel belangrijk omdat het eigenlijk niet in mijn ogen in ieder geval serieus wordt genomen. Altijd in de kringen waar ik me begeef. Om een voorbeeld te geven, het betaalde voetbal of het wordt te weinig erkend. Terwijl daar eigenlijk de fundering ligt van de meest fantastische voetballers. En ik weet nog dat Cruijff zelf ook heeft aangegeven hoe belangrijk straatvoetbal was. Maar toch merk je toch dat het in een bepaald verdomd hoekje blijft. Dus daarom ben ik heel erg blij met deze expositie. Ik vind de expositie echt tof. Waarom vind ik hem zo tof? Omdat de beelden, het beeldmateriaal, de foto's, die spreken tot mijn verbeelding. Ik heb daar gewoon een bepaald beeld bij, omdat ik bij sommige dingen ook zelf aanwezig ben geweest. Maar ik gun het iedereen en ik raad het iedereen aan om even langs te komen om dat ook te bekijken.